guys, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 30 januari en ik ben net wakker en het is 9:15 en ik ging niet heel erg vroeg slapen, dus ik ben een beetje moe. Dat kunnen jullie waarschijnlijk ook wel zien. En gisteren heeft mijn collega mijn haar gevlochten, maar mijn haar heeft het niet echt overleefd vannacht. Op zich zit het nog wel, maar er zitten gewoon te veel losse plukjes, dus ik ga het eruit halen. Ik ben benieuwd hoe erg het gaat krullen, want toen ze het innemen was mijn haar nog een beetje nat gisteren. Even kijken. Wow, best wel wat krulletjes. Oh, schattig. Maar ik ga wel douchen, dus ze gaan zo weg. En ik heb iets voor 10 afgesproken met Sabrina bij Muiderpoortstation. Dus dan ga ik haar daar ophalen en dan rijden we door naar Diemen. Want daar is een nieuwe Action geopend en mijn moeder was daar geweest. En die zei dat het heel erg groot en leuk was. Dus daar gaan we naartoe. Want de Action bij mij hier in de buurt vind ik niet zo heel erg leuk. En ja, super leuk. Ik heb er echt super veel zin in. En ik ga nu douchen en dan zie ik jullie weer met een wat beter gezicht. Oké, ik heb gedoucht en mascara opgedaan. Maar moet je kijken wat voor rot weer het buiten is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het regent. Gelukkig is het winkelcentrum van Diemen overdekt. En dan kunnen we gewoon lekker met de auto de garage inrijden. Ja, ik heb gewoon heel simpel aan. Dit shirtje en een zwarte high-waist skinny jeans. En ik ga nu mijn schoenen aandoen en dan gaan. Oké, ik ben er. En wat je hoort zijn mijn knipperlichten. Want ik sta eigenlijk een beetje op de stoep waar ik niet mag parkeren. Want er is geen plek. En Sabrina komt over 2 minuutjes aan of zo. Of ja, nou, 1 minuut eigenlijk al. Dus dat komt helemaal goed. Dan rijden we zo weer weg. Hey, camera. Ik heb je wel mee. Ik zag je net nog. Hallo. Ik zag je nog een olie. Sab heeft een hele hutkoffer mee. Hier, deze broek. Nee, ik moet een tas hebben. Even een tasje mee. Wat? Ik heb het gefilmd, ja. Ja, ik zit in de zoektocht met spullen. Ja. Maar dat is nu gedaan. Oké. Nou, wij zijn in de parkeergarage van Diemen Centrum. En nu gaan we de Action zoeken, want ik ben er nog niet geweest. Ik ook niet. Ik weet wel waar het is. Geweest. Ben je nog nooit in Diemen geweest? Volgens mij niet. Oh, hier heb ik super lang gewoond. Oh. Mijn ouders wonen nog steeds in Diemen. Oké. Okay. Oké. Okay. Hi. Hij heeft gewoon. Hij is vet groot. Nou, Sabrina zit bij de DIY's te kijken natuurlijk. Dit zijn van die andere. Je weet toch die wel? Die heb jij sowieso ook gehaald. Met die strepen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar die zijn heel leuk. Deze zijn schattig eigenlijk ook. Ook leuk. Maar ik heb geen plek voor. Ik ook niet, maar we gaan het gewoon doen. Ik vind deze vaas echt super leuk, maar ik denk niet dat ik hem meeneem. Maar hij is echt mooi. Oké, het is januari. En ze hebben gewoon een heel gangpad aan Pasen gewijd. Wauw. Kijk, dit is mijn achtergrond scherp. Kijk, je hebt het scherp. Oké, Action heeft steeds leukere home decor dingetjes. Echt super leuk. Ik neem hier niks van mee, maar het is wel heel erg leuk. Oké, we zijn klaar. We zijn de Action uit. En ik heb van alles in mijn hand en zelfs onder mijn arm heb ik wat. Maar dat zijn vaatwasblokjes, maar die had ik nodig. En Sab heeft alles in 1 tas gekregen. Maar we gaan het zo meteen een shop nog opnemen. En zoals ik... Oké. Maar zoals ik al zei, ga ik dus een... Zo, sorry, ik loop zo tegen je aan. Oh, mooi. Nee, ik ga dus een extra video opnemen. Dus aankomende vrijdag komt dus een shoplog. En Sab gaat ook een shoplog opnemen. We gaan de spulletjes even verdelen. En dan laten we ze even aan jullie zien. Oké, we zijn net vanaf de auto naar binnen gerend. Want het is zo hard aan het regenen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar niet normaal. Je hoeft niet door ziek uit te doen, schat. Oh. En we moeten nog zo meteen gaan filmen. Jij bent doorweekt. En we zijn, ik ben echt doorweekt, ja. Maar mij valt mee. Ik had heel veel capuchon opgedaan. Ja. Oh, beter. Ja, beter. Oké, we gaan even eten maken. We gaan paninis eten. Maar we hebben geen panini broodjes gevonden. Ja. Want Albert Heijn had altijd super relaxte panini broodjes, maar die zijn weg. Weg? Maar ze hadden ze van de week nog op, bedoel je? Ja, nee, uit het assortiment. Nee, ze zegt ik heb ze al 2 maanden niet, maar dat is niet waar. Je hebt het laatst gehad. Ja. Okay. Ze liegen! Ze liegen! Albert Heijn liegt! Albert Heijn, fix het alsjeblieft. Ja. Oké, ik heb even paninis gemaakt en er zit op pesto, mozzarella, rucola en zonnige tomaatjes. En ik ga er ketchup bij doen. En Sap heeft hetzelfde, maar die gaat er mayonaise bij doen. Zoals jullie misschien achter mij kunnen zien, hebben we wat spulletjes verdeeld. En we gaan filmen. En het is best wel donker en grauw buiten. Maar we gaan even kijken of we het zonder lampen kunnen doen. Vast wel. Vast wel. En we gaan gewoon lekker hier op de bank zitten, dus dat komt helemaal goed. Waar is mijn andere bon? Want anders weet ik het niet meer. Waar heb ik mijn bon gelaten? Goeie vraag. Had ik jullie wel gevraagd?
Dat is niet gevraagd. Ik had hem volgens mij. In je zwarte tasje. Of in mijn zak. Want ik heb hem in mijn zak gestopt of zo. Ja. Oké, we hebben net mijn deel van de shop nog opgenomen. Nu gaan we even de spulletjes verwisselen. Want we hadden gewoon wat uitgekozen. Wat we wanneer gingen laten zien, hadden we even uitgekozen. Dus nu delen we de spulletjes weer even om. Jee. En ik had onder andere dit. Vrijdag zien we dat in de shoplog. En tijdens het filmen ging opeens de deurbel. En toen was mijn Lofi's pakketje er. Dus dat ga ik aan shoplog nog voor opnemen, denk ik. Ja, ga ik doen. Dus, yay! En nu gaan we het tweede deel van de video opnemen. Nu hebben we ook deel 2 opgenomen van de shoplog. Oftewel Sabrina haar video opgenomen. Ja! Ja! Ze zit op de grond. Ja, ze zit hier lekker op de grond. Hi! Hi. Ja, en dit zijn spulletjes van Sabrina dus. En hier nog wat voor mij. Ja, alles moeten we weer inpakken. En wat wil ik nou? Ik weet het even niet meer. Dat was het. Dat was het. Oké, we zijn eigenlijk een beetje aan het chillen. We zijn YouTube filmpjes aan het kijken. En ik wilde eigenlijk net voorstellen aan Sabrina om wat we nu hebben gedaan met de Action, ook met de Primark te doen. En dan zegt ze net, ja nee, ik heb me voorgenomen minder te winkelen. Oh, dat wil ik wel. Ja. Oh, volgende maand. Volgende maand, ja, zullen we dat doen? Ja, gaan we volgende maand, wat we nu gaan met de Action, dus zo'n shoplog en ja, echt winkelen, gaan we dan met de Primark doen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Dat is leuk. Welke Primark gaan we? Welke Primark is leuk? Ik ga altijd wel naar Zaandam, maar die vind ik altijd... Nee, maar daar ga ik altijd in. Ik wil naar een andere. Maar verder in de buurt is Almere. Zo daar dan? Ja, gewoon Almere. En wanneer gaan we? Misschien kunnen we het tegen jullie zeggen, dan kunnen we kijkers misschien zien. Ja, dat is wel goed. Dat is leuk. Wij gaan zaterdag 5 maart naar de Primark in Almere. Met tweetjes. We gaan denk ik weer een beetje wel op de tijd, toch? Ja, dan heb ik denk niet iets speciaals wat ik op deed. Ja, maar zaterdag is dat zo druk. Dus we gaan een beetje rond weer 10 uur afspreken. Ja. Dus dan zijn we daar om 10:30 ongeveer. Ja, gewoon in de ochtend. Ja, reken een beetje om 11 uur. Dus 11 uur, 5 maart in de Primark Almere. Be there. Be there. En dan gaan we dus weer een shoplog opnemen. En dus kan je ons ontmoeten. Wee! Mooie Snapchat, hè? Ja. De taxi van Sabrina staat voor. Nee, Tim komt er even ophalen. Ja. Haar vriend. En ja, het was ontzettend gezellig. Yeah. En dus niet vergeten om haar vlog te kijken. Shoplog over een paar dagen. En te abonneren. Gewoon doen. Gewoon doen. En doei. Ja. En tot 5 maart. Ja, dan gaan we weer. Ik was net heel veel bed aan het editen. En ik ga een hele mini preview geven van Lofi's. 4 dingetjes heb ik gekregen. En het is inmiddels 4:30. En ik ga vanavond naar een afscheidsfeestje. En dat afscheidsfeestje is van een vriendinnetje van mij. Die gaat naar Australië toe voor 10 maanden of zo. Super tof. Het is echt haar droom om daar naartoe te gaan. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik denk niet dat ik ga vloggen. Want ik neem mijn vlogcamera eigenlijk nooit mee de stad in. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Oké, ik ga naar de stad. Dus ik ga de vlog alvast afsluiten voor vandaag. Ik ga nog de scooter op. Vandaar dat mijn haar nog eventjes zo zit. Niet dat ik iets mee gedaan heb, maar toch. En we gaan ergens eten bij Rembrandtplein in de buurt. Een soort van Australische bar. Coco's. Outback heet het volgens mij. Pingpongbal, boven is Mitchell met zijn beste vriend aan het pingpongen weer natuurlijk. En ja, heel erg bedankt voor het kijken tot nu toe. Ik zie jullie morgen gewoon weer. Dus blijf vooral kijken en dan zie ik jullie morgen weer. Morgen, het is weer zondag. Ik heb echt heel erg kort geslapen, dat jullie het weten. Maar het is nu 10:30 en ik ben nu ongeveer 30 minuten wakker, denk ik. En ja, video's online gegaan, dus ik heb al leuke reacties gekregen. Dus dat vind ik heel erg leuk. En nu gaan we voetbal kijken. Ajax speelt. En Mitchell is hier. Die is broodjes aan het maken voor ons voor het ontbijten. Broodjes uit de oven, vet lekker. Na Ajax gaan we lekker douchen. Want we gaan naar mijn opa en oma toe vandaag. Super veel zin in. En ik weet wat we gaan eten en ik heb er ontzettend veel zin in. Oké, ik heb heel veel uit de koelkast beneden een masker gepakt. Of in ieder geval, het is een testertje van de Lush. Ik zal het eventjes laten zien. Want ik ga weer een masker voor jullie testen. Even de troep opzij schuiven. Echt guys, als jullie eens wisten hoe goed ik ben in troep maken. Oh, dat is echt niet normaal. Maar oké. Ongeveer 2 weken geleden had ik jullie verteld dat ik het wat leuk vond om soms in de vlogs maskertjes te testen. Of lushballetjes of hè, wat voor andere dingetjes. En vandaag heb ik een tester van de Lush gekregen. Of in ieder geval, ik was in de winkel 2 weken terug en toen had ik een tester meegekregen. En dit is een masker, het seaweed masker zoals dat heet. Er zit gewoon echt een stukje zeewier in en het is echt heel apart. Maar het ruikt wel echt ontzettend lekker eigenlijk, maar... Ik kan het ook niet per se plaatsen, maar het ruikt wel heel erg lekker.
En ja, deze heb ik dus meegekregen. En die wil ik graag nu voor jullie testen. Ja, 2 weken geleden had ik een masker getest van de H&M. En afgelopen vlog heb ik niks getest. Omdat, ja, kijk, we hadden gewoon een aantal dingetjes te doen. Oeh, het is heel erg korrelig. Er zitten stukjes in ofzo. Dus het is best wel lastig om het uit te smeren. Oh, het ruikt wel heel lekker. En het voelt ook wel heel lekker. Oeh, kijk, stukken zeep. Wat je kan doen bij de lusjes is gewoon even aangeven van joh, hè, welke past het best bij mijn huid. Ik heb aangegeven dat ik een droge huid heb en ja, welke past er goed bij. En toen hadden ze een paar dingen voorgesteld. Ook eentje met granen of zo. Maar die wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde heel graag deze met zeewier. Omdat ik dat gewoon heel erg, ja, dat leek me gewoon heel erg leuk. En als hij goed is, wil ik hem wel kopen. Maar maskers, dat is dan zo'n potje van de Lush. En dat is wel iets van 11 of 12 euro. Dus dat moet wel goed zijn. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik gewoon een tester kon testen. En dit masker moest ik trouwens in de koelkast bewaren. En hij is ook lekker, lekker cool nu ook. Dus heel erg verfrissend. En ik ga dus zo meteen, als mijn masker zeg maar er lang genoeg op heeft gezeten. Want dat is het nadeel van een tester. Nergens staat hoe lang je erop moet. Maar ik denk gewoon standaard een kwartier tot 10 minuten of zo. Of 10 minuten tot een kwartier. Maar ja, dan ga ik hem gewoon weer afdouchen. Het is echt een beetje apart hoor, dit. Maar het voelt echt heel erg lekker. Nou, ik ga nu heel veel mijn handen wassen. Oh, waarom doe ik het nou ook op deze hand? Na 10, 15 minuten, mocht het op een ja, bepaalde manier opgedroogd zijn, laat ik het nog even zien. En zo niet, dan ga ik gewoon lekker douchen. En dan vertel ik jullie zo meteen wat mijn eindoordeel is van dit masker. En dan geef ik het ook natuurlijk een cijfer. Oké, ik ben nu een kwartier verder. En zoals je ziet is het best wel een beetje gaan opdrogen. Maar op sommige plekjes is het wat dikker gegaan. En daar is het gewoon eigenlijk te dik. Maar misschien kan je het wel zien. Er zit bijvoorbeeld heel veel zeewier in. En ja, dat zeewier dat gaat niet echt ja, oplossen of zo. Ik vind echt wel een heel relaxed masker. Hij voelt ook al heel erg lekker aan. Maar ik wilde gewoon dit nog even laten zien voordat ik hem eraf ging wassen. En dat ga ik nu dus doen. Oké, serieus. Dit masker was zo relaxed. Ik heb altijd een beetje een rode huid na ja, het opdoen van een masker. Dus daar moet je even niet op letten. Maar het was zo super lekker. Jullie hebben wel een beetje kunnen zien hoe het was opgedroogd. Een beetje in korreltjes. En ik heb zeg maar gewoon mijn handen nat gemaakt en dan zo eroverheen gewreven. En die korreltjes, ja, die werkten een beetje als een soort van mini scrubje. En op een gegeven moment waren ja, die korreltjes een beetje op. En toen begon het een beetje te schuimen. En toen had ik echt de hele tijd zo, oh, dit is zo lekker. Mijn huid voelt heel schoon. Ja, enige dingetje wat ik wel een beetje vond. Ja, die stukje zeewier die vind je op de grond in je douche. Dus die moet je gewoon weer eventjes opruimen. Maar ja, verder. Ik vind het masker echt heerlijk. En ik ga 100% zeker een grote variant ervan kopen. En ik geef het trouwens echt een 9. Zo goed en zo relaxed en zo chill vond ik dit masker. Oké, ik ben klaar. Ik heb mascara eventjes opgedaan en mijn haar geprobeerd te fixen. Maar nee, ik moet het namelijk even een dagje niet wassen, want ik heb het echt een week lang elke dag gewassen of zo. Dus ik moest heel veel een dagje niet wassen. En nu ga ik naar beneden schoenen aandoen en dan gaan we naar een nieuw gein. Ik kom beneden en Mitchell heeft ook zijn grijze trui aan. En ik vind dat echt eigenlijk een beetje verschrikkelijk. Dus ik denk dat ik me even ga omkleden. Het is echt bijna hetzelfde grijs ook nog. Mitchell vindt het nooit erg. Boeiend, zegt hij. Oké, dan hou ik het aan, want ik heb echt zin in deze trui. En dan gaan we nu weg. Nu echt. Inmiddels zijn we al best wel lang bij mijn opa en oma. En het is heel gezellig. We hebben al wat drankjes en toastjes. En nu is de oven aan het voorverwarmen, want we gaan zo meteen eten. En het is heel erg gezellig. Dit is iets wat mijn opa en oma, hoe lang geleden ongeveer zaten? 18 jaar geleden waren mijn opa en oma in Egypte. En toen hebben ze dit laten maken. En hier staat als het goed is M.E. Laat, hoe oud is M.E. nou? Ik ben 23. 23. 18, oh nee, dan is het wel 20 jaar geleden. 21 jaar geleden. 20 jaar geleden? Oh wauw. En nu wil ze blijkbaar weggooien. Ja. Nou ja, zeg. En nu gaan we avondeten eten. Lekker. Zit er cake onder? Ja. Oh. Lekker. Wacht, Laura heb gereageerd namelijk. Hier, cute, zegt ze. Kijk, ik heb voor mijn oma Instagram aangemaakt. Nee, ik heb Instagram aangemaakt. Niet dat ze er ooit iets mee gaat doen, maar ik wil het gewoon even laten zien. We hebben net een selfie geplaatst. Gelukkig een hele slechte foto. Nou ja, zeg. Dozie. En net hier, onze tuin. Oh, nee, dat vindt ze leuk. En nu volgt ze, zeg maar, mijn moeder, mij, Mitchell. Maar dit is de eerste en laatste keer denk dat jij een Instagram aan gaat doen. Nee, kind, ik ben er iedere dag mee bezig. Nee, iedere dag. Iedere dag. Oh, kijk, je bent zo'n klein vrouwtje. Ja, je bent niet zo lang meer. Nana, ben je...
Ben ik langer dan jij nu? Ja. Ja? Nee, Nan is langer. Nan is langer. Ja, zoals je ziet heb ik mijn jas aan. We gaan weer naar huis toe. Het was echt ontzettend gezellig. Ik heb ook echt heel veel gegeten. Ik zit helemaal vol. Nou, doeg. Oké, inmiddels zijn we weer thuis en ik sta op het moment even op mijn kleedkamer. Ik ben namelijk eventjes de was ophangen en ondertussen staat hier mijn laptop en ben ik Pretty Little Liars aan het kijken. Het is inmiddels al 1:15 en wij gaan nu slapen. We hebben lekker nog eventjes een Netflix serie gekeken en we moeten nu echt weer naar bed, want morgen natuurlijk weer werken. Ik hoop heel erg dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet niet om te abonneren, want aankomende vrijdag is dus de shoplog met Sabrina. En aankomende zondag komt er een Valentijns video. Het is namelijk alweer bijna Valentijn. 14 februari is het Valentijnsdag. En ik heb een hele leuke collab met 3 andere YouTubers. En dat zien jullie zondag. En voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te reageren. Zou ik heel erg leuk vinden. En oh ja, schrijf 5 maart in je agenda. En vertel het tegen je vrienden als jullie mij en Sabrina willen ontmoeten. Lijkt me echt ontzettend leuk. Ik vind het nu al spannend. Maar ja, laat dus ook even weten of je dat leuk vindt en of je komt. Bedankt voor het kijken. Doeg!